Was door Dirk van Jetten ook wel gekend om zijn misvieringen in het Brussels, is er als de kippen bij om het nieuws over de nieuwe paus te bekijken. Dat de leider van de katholieke kerk zo prominent aanwezig is in de kranten, doet pastoor Dirk wel iets. Ik denk dat hij op de nummer uno staat in alle kranten van over heel de wereld. Het is een wereldleider, een staatsleider, de grootste pastoor van 1.200.000 gelovigen. Je zou van minder in de krant staan. Ook pastoor Jacques uit de Marolle is opgetogen over de nieuwe paus. De Argentijnse kardinaal Bergoglio kiest voor Franciscus als pausenaam. Een verwijzing naar Franciscus van Assisi. Franciscus heeft getracht de godsdienst tot de gewone mensen trachten te doen begrijpen. Ook pastoor Dirk heeft de indruk dat deze paus dichter bij het volk staat. De Argentijnse jezuïet heeft tijdens zijn eerste toespraak aan de gelovigen gevraagd om voor hem te bidden. En dat is een goed teken volgens pastoor Dirk. Het is iemand die evengoed ergens een gewone dorpspastoor kan zijn. En ik denk dat de kerk van vandaag nood heeft niet aan mislezers, niet aan professoren, maar aan gewoon herders, aan pastoors. Toen Bergoglio aartsbisschop van Buenos Aires werd, verkoos hij om in een simpel appartementje te blijven wonen. De Brusselse volkspriesters hopen dat paus Franciscus in het Vaticaan zijn verleden niet vergeet. Dat is zeer, zeer belangrijk om de kerk te leiden naar iets beter, naar de gewone mensen. Rest alleen nog de vraag, hoe lang duurt het bewind van Franciscus? De nieuwe paus is namelijk al 76 jaar.